Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Iedereen heeft zijn of haar eigen onzekerheden, om het maar zo te zeggen. En toen ik begon met mijn business had ik die ook. En ik heb ook die momenten gehad. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb ze nog wel eens als ik weer ergens aan begin, dat ik gewoon het liefste wil opgeven. Maar het zit nu niet meer in mijn systeem. Ik zeg ook vaak, mijn woordenboek kent twee woorden niet. En dat is nooit opgeven. Nooit meer opgeven. En die woorden die heb ik overgenomen. Maar hoe kan dat nu dat je blijft doorzetten? Hoe kun jij ervoor zorgen? Misschien loop jij op dit moment ergens tegenaan. Maar hoe kun je blijven zorgen dat je toch blijft doorzetten? En daarvoor moet je heel erg duidelijk weten wat je wilt. Dus een heel helder doel hebben. Je moet weten waarom je dat heel graag wil doen. Ik zal je laten zien dat als ik nu een grote tegenslag heb, dat ik eigenlijk altijd blijf doorzetten en nooit meer opgeef en waar dat door komt. Voor mij is dat echt dat ik andere mensen wil inspireren. Dus dat is deze podcast. Dat zijn mijn artikelen, dat zijn mijn video's. Je kunt ongelooflijk veel van mij gratis volgen en bekijken. Dat doe ik puur om mensen te inspireren. En ik krijg nu dagelijks berichten van mensen. In het begin natuurlijk niet. Dan krijg ik misschien maandelijks dat berichtje. En dan is dat ene berichtje wat ik in die hele maand heb gekregen, toen ik net begon met mijn business, dat is het berichtje waardoor ik weet, ik blijf doorzetten. Ik blijf dit volhouden. Dit is wat ik moet doen eigenlijk, van mezelf. En wat ik wil doen natuurlijk. Een paar dingen waardoor ik continu blijf doorzetten, ga ik gewoon met je delen. Ik heb een paar, misschien ook leuk, volg je mijn podcast al een poosje? Laat dan zeker ook even een podcast recensie achter. Ik heb gewoon even een paar recensies uit de podcast gehaald. Die kun je dus ook gewoon bekijken. Hier is er eentje van Jeroen, die is onlangs gemaakt zelfs. Ik volg deze podcast nu enkele maanden. In het begin vond ik Leroy erg inspirerend. Met kleine, simpele stappen bereik je snel resultaat. Inmiddels is het alsof ik hem persoonlijk ken en vertelt hij wel eens iets dat ik al eerder van hem heb gehoord. Maar daarom is dit nog niet minder motiverend. Iedere ochtend even een paar minuten Leroy in mijn oor om weer te herinneren hoe het werkt en waar het om gaat. En dit is toch een prachtige recensie om te krijgen. Dit is voor mij gewoon dat ik er niet kan opgeven. Ook al is het maar één recensie die je krijgt. Als je net start, dan is dat de recensie die je heel graag wilt ontvangen. Ik ga er gewoon nog even een paar met je delen. Om je gewoon een beeld te geven van wat de podcast alleen al met mensen doet. Dus dan heb ik het nog niet over mijn trainingsprogramma's, coachings enzovoort. En ik ben gewoon begonnen met podcast nummer 1 natuurlijk. Ik ben ook bij 1 begonnen. Dus ik hoop dat dit jullie kan inspireren om ook nooit meer op te geven. En te kijken naar de positieve dingen. Naar de positieve resultaten. Wat in dit geval dan klanten. Maar misschien heb jij het met iets anders waarop je niet veel doorzet. Bijvoorbeeld met sporten. Nou, ga dan die ene push-up doen. En wees blij dat je die ene push-up voor vandaag hebt gedaan. En je zult merken dat je dan na verloop van tijd dat eigen gaat maken. Dat je dat meer gaat doen. Hier nog eentje. Leroy raakt meteen de kern van het probleem. Hij stelt de juiste vragen, is confronterend en tegelijkertijd erg steunend en hij is georganiseerd. Leroy weet hoe hij een probleem moet opdelen en welke acties nodig zijn om daadwerkelijk al je doelen te bereiken. In één gesprek heb je al een stappenplan waarmee je aan de slag kan en die je samen kunt monitoren. Super bedankt Leroy, keep up the good work. Hier heb ik er nog één. Leroy maakt enorm goede content en weet altijd net dat extra steuntje te geven bij mij, zodat ik zowel bewust en onbewust meer boeken ga lezen, podcasts ga beluisteren en ga sporten, ook al heb ik een off day. Leroy's podcasts zijn een echte aanrader om zowel geïnspireerd als gemotiveerd te raken en te blijven. Fijn, een korte en krachtige podcast, interessante feitjes in begrijpelijke taal. En nog eentje, sinds een paar weken ben ik een vaste luisteraar van de 1 minuut podcast. Leroy stelt kritische vragen die mij aan het denken zetten. Zijn inzichten zorgen ervoor dat ik weer bewust ben van situaties die ik dagelijks tegenkom in het leven. Dit draagt absoluut bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Een aanrader dus. Nou, en zo kan ik dus nog wel even doorgaan met allemaal reacties die hier staan. Echt super tof. Dus ik meen het ook oprecht. Heb jij iets aan mijn podcast? Deel dat dan alsjeblieft als podcastrecensie in iTunes. Ik bekijk deze regelmatig en ze helpen mij weer om jou te blijven inspireren. Dus dat wil ik met je delen. Nooit meer opgeven. Het staat inmiddels niet meer in mijn woordenboek. Omdat ik in kleine stapjes dit heb opgebouwd. En dat ik nu weet hoe dit werkt. En ik hoop dat jij hetzelfde gaat meemaken. Of misschien al hebt meegemaakt. Laat mij ook even weten in een reactie op deze podcast. Wat je hiervan vond. En nog veel beter. Laat het mij gewoon weten in een podcast recensie.
Als je je waarde uit hebt gehaald, deel het met me. En ik hoop je natuurlijk dan de volgende keer weer te zien. En voor jou nu, geef dus niet op. Wat je doel op dit moment is ook, geef dat doel niet op en blijf in die kleine stapjes denken. Blijf in die kleine stapjes actie ondernemen. Ook al is het maar 1 minuut per dag. Maar doe iets in de richting van je doel en geef nooit op. Ik wens je een fijne dag. Veel succes met jouw doelen en tot de volgende keer. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. En voor alle waardevolle gratis content die ik met je deel, zou ik het super waarderen als je een podcastrecensie wilt achterlaten in iTunes of jouw podcast app, zodat we nog meer mensen kunnen inspireren. Deel de inspiratie en geef het door.